Kuipers vertrekt. Niet veel mensen gaan hem missen, maar Fleur Agema zeker niet. Agema, altijd zeer begaan met de zorg, zag met leden ogen aan hoe Kuipers alles, maar dan ook alles, kapot maakte. Hoop die ze hebben gehad in de arts Kuipers. Ja, dit was onterecht. Hier spreekt gewoon een koude, kille bestuurder. Eentje die muntjes telt, die geld telt. Hoe minder spoedeisende hulpposten, hoe beter. Hoe minder IC's, hoe beter. Hoe minder ziekenhuizen, hoe beter. Maar dat vinden de mensen in het land niet. 28 miljard voor een klimaatplan met 0,00003 graad verbetering. Ze willen dat er eens geïnvesteerd wordt in hun ziekenhuis. De IC-capaciteit, kapot. De spoedeisende hulp, kapot. De ziekenhuizen, zeker de streekziekenhuizen. Kapot. Alles moest kapot. En alles moest wegbezuinigd. Want het geld moest natuurlijk worden gebruikt om globalistische doelen te dienen. 28 miljard voor 0,00036 graden zogenaamde temperatuurdaling. Terwijl de ziekenhuizen werden gesloten en mensen hun ziektekosten niet eens kunnen betalen. 40 miljard extra voor vervuilende windmolens, terwijl spoedposten werden gesloten en mensen hun ziektekosten niet kunnen betalen. Het is schandalig. Ik ben blij dat Kuipers vertrekt. Het is een goed begin. Er wordt schoon schip gemaakt. Wat vinden jullie ervan? Laat het me weten en like en deel dit filmpje zoveel mogelijk.